Breda Nu. Je weet het meteen. Een mooie roze koek. Ja toch? Ja, vindt hij vast lekker. Komend weekend is het weer zover, dan is het Koningsdag. Dat betekent dus ook dat onze koning jarig is. Willem-Alexander wordt 52 jaar. Wij gaan vandaag de stad in, we zijn al in de stad zelfs. En wij gaan aan de Bredana vragen wat zij Willem-Alexander toewensen voor zijn verjaardag. Een mooie leuke dag. En ik hoop dat het zonnig is en iedereen plezier heeft. Wat wensen wij? Nou, dat hij nog heel lang een gelukkig gezin mag hebben. Met zijn drie mooie dochters. Ik wens hem toch de nodige privacy voor zijn en zijn gezin. En waarom precies dat? Omdat ik toevallig afgelopen tijd het boek van Michelle Obama heb gelezen. En mij toen eigenlijk pas echt heb gerealiseerd, 8 jaar lang zo weinig privacy, dat gun ik zeker Willem-Alexander met zijn gezin niet. Dat hij lekker van God los kan gaan, dat hij lekker een fijne verjaardag kan vieren, dat hij zich top voelt in zijn nopjes en dat hij de voorouders gewoon even goed eer aan doet. Ik wens hem een hele fijne verjaardag en ik hoop dat hij een leuke Koningsdag heeft. Onze koning wens ik eigenlijk nog gewoon veel geluk en liefde in zijn leven. Dat heeft hij al wel, hij heeft 3 prachtige dochters. En ik hoop dat hun zelf gewoon laten opgroeien tot ook gewoon een prachtige koningin met een prachtig koninkrijk. Nog een heel lang en gelukkig leven met heel zijn familie. En niks specifieks, cadeautje of zo? Nee, volgens mij heeft die man behoorlijk al alles wat hij kan wensen. Misschien een privéjet? Maar volgens mij krijgt hij ook al. Er is een nieuwe regeringstoestel volgens mij gedaan vanuit Boeing. Dus volgens mij heeft hij alles al. Wens hij misschien nog iets specifieks, een speciaal cadeautje of zo? Een mooie roze koek. Ja toch? Vindt hij vast lekker. Breda Nu. Je weet het meteen.